Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is de Kletspet. Iedere week stellen we actuele vragen aan mensen in Oosterhout. Dit weekend is de laatste Formule 1 race van de kalender. Hoe kijkt u terug op het seizoen? Ik heb niet veel naar de Formule 1 gekeken. Ik hou wel heel erg van sport, vooral van atletiek. En dat is heel weinig op tv. Soms de marathon, hè, wat ze dan op zondag laten zien. Maar ja, Max Verstappen is natuurlijk fantastisch. Hè? Ja, dus dat vind ik ook. Maar ik ga niet echt zitten van, ik ga Formule 1 kijken. Nou, ik kijk er nooit naar. Kijk er nooit naar? Nooit naar, nee. Eigenlijk niet, want ik volg het niet. Nee. Nou, via mijn beste vriendin. Die is helemaal verslaafd. En dus ik volg het via haar. Zij staat er voorop, al is midden in de nacht. En ze houdt mij op de hoogte. En zo vinden we het leuk. Maar er helemaal voor gaan zitten, net niet. Nee. Nou, ik vond het een verschrikkelijk mooi seizoen. Met overmacht alles gewonnen. En ja, zeker naar Mercedes toe vind ik het gewoon prachtig. Ik bedoel, het is altijd nog een strijd. Tenminste in mijn gedachten tussen Hamilton en Verstappen. Hij zou alleen op sociaal vlak zou die ietsjes beter mogen zijn. Daar is Hamilton altijd heel erg goed in, vind ik. Hè. Die doet altijd zijn opponenten. Dan zegt hij altijd wat ze goed doen. En dat mis ik wel bij Max op dit moment. Maar het blijft echt een topcoureur, hoor. Hoe hard heeft u wel eens gereden? Het allerhardst rond de 200. Wat is de hoogste verkeersboete die u ooit heeft gehad? 150 euro. U weet alles uit uw hoofd. Wat is de leukste auto waar u ooit in gereden heeft? Goh, gewoon mijn huidige auto. De voormalige Opel Kadett. Een Opel Astra. Dat is de leukste? Ja, dat is de allerleukste. Die bevalt prima, dan is het toch ook de leukste. Of niet? Dan is het de leukste. We hebben nog één vraagje. Hoe is het volgens u gesteld met de verkeersveiligheid in Oosterhout? Ligt eraan waar je in vervoert. Fiets vind ik niet altijd even veilig. Auto. Ben je redelijk beschermd. Dus daar zou wel een onsje meer bescherming voor wielrijders, fietsers, maar ook voetgangers bij mogen. Hoe zouden ze dat kunnen doen? Een striktere handhaving van het 30 kilometer gebod. En bijvoorbeeld invoeren van een 30 kilometer gebod in heel Oosterhout, waar het kan. En waar het doorstroming van verkeering niet belemmert. Ja. En voortaan alle fietsers verplicht een helm op? Nee, daar ben ik geen voorstander van. Is wel veiliger. Nou, ik zit veel op mijn renfiets en dan heb ik uiteraard een helm op. En ja, het ligt er maar net aan op wat voor fiets het is. Hè. Kijk, als je kijkt naar de snelheid waarmee met name ouderen zich verplaatsen op elektrische fietsen. Mensen zijn niet gewend harder te rijden dan 15, 16. En dan zitten ze ineens op een fiets die 25 kan. Dan heb je toch een probleem. Die gaan hard, hè? Die gaan heel hard, ja. Bij andere grote sportevenementen zijn ook vaak klimaatactivisten aanwezig. Wat vindt u daarvan? Ik vind prima dat de klimaatactivisten bepaalde ideeën hebben. Maar dan moeten ze dat toch proberen op een andere manier naar voren te brengen. Dus niet op de A1 of de A2 gaan liggen. Nee. En ook niet sportevenementen daarvoor uitkiezen. Ja. Dat doen ze natuurlijk om aandacht te trekken. Ja, precies, maar ja, ik vind het niet een prima manier. Waar zouden ze beter kunnen gaan protesteren? Ga bij het Binnenhof staan, hè? Ja, daar is het voor. Ja, daar is het voor. Ja, in ieder geval, neem niet mensen die naar hun werk moeten of andere dingen moeten doen. Die betrek je daarin en die willen dat niet. Als ik zeg maar ergens heen wil en er staan ineens een stel activisten in de weg, word ik niet blij. Nee, klopt. Dan word ik eerder boos. Ja, want dan zou u door willen rijden met de auto? Ja. Nou, nee, dat doe ik niet. Maar dan denk ik van ja jongens, waarom ga je mij hierin betrekken? Ik vind prima dat jij bepaalde ideeën hebt, maar ja, ga dat op een neutraler terrein doen. Grote sportevenementen zijn steeds vaker het doelwit van klimaatactivisten. Wat vindt u daarvan? Nou, daar heb ik nooit over nagedacht. Nee? Nee, echt niet. Dat vind ik niet nodig eigenlijk. Al die activisten die overal dingen doen. Je mag je mening hebben, maar je hoeft je eigen niet vast te lijmen. En je hoeft ook niet allerlei evenementen te storen.
bedoel, het punt is wel duidelijk, daar is het iedereen wel mee eens, denk ik. Maar ja, nee, dat vind ik niet nodig. Ja, ik vind het inderdaad ook een beetje dubbel. Want waar ze voor staan is niet altijd fout. Dat is zelfs vaak gewoon een goede iets waar ze voor staan. Maar om daar evenementen waar andere mensen erg naar uitkijken en er best voor doen te verstoren, gaat maar eigenlijk net te ver. Dan denk ik dus een demonstratie gewoon aangekondigd en zoals het hoort, oké. Maar dat soort dingen of dingen vernielen of mensen in de weg zitten, nee. Beter van niet. Nou, ik had er wel begrip voor de klimaatactivisten van Action Rebellion. Maar sinds ze zich ook op andere zaken richten, net zoals de discussie Zwarte Piet, dat vind ik totaal terzijde van de werkelijkheid en daar vind ik daar niks mee te maken. Ze moeten zich daaraan houden. Ik begrijp de irritatie van de mensen. Zeker als je op de weg zit en je moet naar je werk en ik schobbel eventjes, want Hij moet af en toe eventjes in beweging komen. Dus ik snap de irritatie, maar het doel heiligt de middel op dit moment wel eventjes. En zeker nu we de nieuwe verkiezingen hebben gehad, denk ik dat ze toch helemaal aan de bak moeten op dit moment. Want Dit waarschijnlijk nieuwe kabinet met PVV heeft het klimaat niet hoog op de agenda staan. We kunnen beter al die politici aan de weg plakken. Ja, dat is misschien wel beter op dit moment, ja, inderdaad. Stelling van de week. Stelling van de week. Max Verstappen is de beste Formule 1 coureur ooit. Ik denk dat dat aardig in de buurt komt. Ja, ik weet dat er vroeger goede coureurs waren. Maar Max Verstappen is wel voortreffelijk bezig. Ja, toch? Een jonkie die zo uitblinkt. Helemaal top. Ja. Ja, dat lees ik reeds elke keer in de krant. Dus zou dat zo zijn? Ik denk het wel, ja. Ja, dat denk ik wel dat het klopt. Daar zou ik natuurlijk wel mee eens zijn. Ja. Dat zeker weten we dan wel. Nog wel. Ja. Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat Hamilton met zoveel titels, dat die daar nog wel bovenaan staat, wat mij betreft. Ja. Maar binnen top 3, top 4 gaat hij nog wel horen. Maar goed, we wachten af wat het komende jaren nog zal doen. We hebben nog 1 jaar en dan rijden ze met deze motoren. En dan komt het nieuwe jaar en dan heb je een heel nieuw reglement. En dan is maar af te vragen wat Red Bull weer gaat doen op dat moment. Dus ja, we wachten af. Vind je het ook leuk? Heb je er nog iets aan toe te voegen? Die oogjes, geweldig. Het is een grote ogen van de moeder. Was het. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.